jaar in Hoedas. En vandaag gaan Dia en ik pepernoten bakken. Yay! Laten we maar beginnen. We hebben een kant-en-klare bakmix gehaald bij de Albert Heijn. Tegenwoordig heb je dat, dus dan kan je dat thuis zelf klaarmaken. Wat zit hierin? Hier zit niks in. Wat heb je allemaal nodig? Een kommetje. Een lepel. Water en bloem. Laten we maar beginnen. Oké. We gaan alles gebruiken. Wil jij ze openmaken? Ik doe wel één en jij doet het. Is goed. De eerste gaat er al in. Oh, het ruikt heel lekker. Oh my god. Dat is de mix. Goed zo. En dan hebben we 4 eetlepel water nodig om alles goed te mengen. Maar we doen dat 2 om 2. Ja. Want anders is het deeg dadelijk papperig en dat hebben we niet nodig. Oké. Wil jij het doen? Doe jij. Oké, ik ga het doen. Oké. 1 eetlepel water. En dan de tweede. 1. En nog eentje. En dat is 2. Mag ik roeren? Oké, je mag gaan roeren. En nu moeten we goed gaan roeren. Ik sta in de weg, sorry. Kunnen jullie ons goed zien? Ja, ik doe de camera even naar voren. Zo. Ik denk dat we nog 2 lepel water nodig hebben. Doe Zal je ik dan een nieuwe lepel pakken? Oké. Het ruikt echt lekker. Ja, naar speculaas. En naar peper. Oké, dit is de derde eetlepel. De vierde. Hopelijk gaat het niet makkelijker. Wil jij gaan kneden of zal ik gaan kneden? Ik wil kneden. Oké, jij gaat kneden. Dit is echt super makkelijk. Zodra het deeg goed is, dan mag je rondjes gaan maken. En dan doe je ze in de oven. Ja, en ik heb ook de pietermuts op. Mooi, hè? Ja. Voor Sinterklaas. Morgen is het 5 december. Pakjesavond. Je verwarmt de oven voor op 160 graden. Dat ga ik nu even doen. Kijken, ja, 160 graden. Ik denk dat er meer water bij moet. Vind je niet? Hij is een beetje... 1 eetlepel. We gaan even extra water bij doen. Ik denk dat we meer water nodig hebben, hoor, want anders kan je niet kneden. Mag ik nu even met de hand kneden? Ik denk dat dat nog niet gaat, want het moet echt klein worden. Zullen we meer water eraan toevoegen? Hoeveel wil jij aan toevoegen? Een halve beker? Dat is echt veel. Maar het is heel erg kruimelig. Doe maar nog 2 of 3. Oké, nog 2 of 3 eetlepel water. Zo. Hou het maar op 2, dan kunnen we zo extra op het 2. Het ziet er beter uit nu. En dan mag je strakjes gaan kneden. Zodat het deeg een bol wordt. Ja, het is super simpel om klaar te maken. Hopelijk gaat het ons lukken. Nou, het begint best wel lastig hoor. Ja, het is best wel lastig. Want op de verpakking staat er geschreven dat je 2 eetlepels water moet toevoegen. Maar we hebben nu al 5 gedaan ofzo. We gaan beginnen met kneden. Zo. De lepel even weg. Haren naar achter. Juist. Ja, dit is hem. Zo hoort hij te zijn. Wil je straks ook gaan kneden, Nino? Ja. Onze Rani wilde niet in de vlog komen, want ze heeft het blijkbaar druk. Dit is zo mooi, mijn pietermuts. Welke Piet ben jij? Ben jij Dolle Piet? Ik weet niet. Of ben je... Ja, ik weet ook niet welke Piet ik ben. Ik ben Chunky Piet. Mijn voet is een beetje plakkerig.
Heb ik te veel water gezet? Doe een beetje bloem erbij. Want anders kan je hier echt geen rondje van maken hoor. Weet je wat? Ik ga het ook al een beetje op. Zijn we goed op beeld? Mm-hmm. Jawel hè? Ik sta even voor, maar geen. Maar een klein beetje bloem erbij. Ja? Oh mijn god, we hebben volgens mij te veel water erin aan toegevoegd. Het is een beetje te plakkerig. Moet ik het doen? Anders kneden? Wil jij gaan kneden dan? Dia is altijd mijn redder in nood. Ik bak er niks van. Jeetje. Oké, okay. Ik ga even mijn handen wassen. We gaan alvast het aanrecht bestellen met bloem. Als het een beetje te plakkerig is, dan moet je meer bloemenruimte voegen. Plakt die nou nog steeds? Nee, niet meer hè? Zo, hij is nou een mooie bol geworden, een mooie deegbol. Zo. En dan kunnen we rondjes maken. Ja, met rondjes maken. Je pakt een stukje van de deeg. En dan maak je er een rondje van. En dan zet je het op de bakplaat. Kijk eens. Zo moet het eruit zien. Oh, wat mooi. Ja. Je kan ook chocola smelten, hè? En dan heb je chocolade. Ja, en dat klopt. Ja. Dan heb je chocoladepepernoten. Ja. En dan neem je een beetje speling. Want het gaat zo meteen in de oven wat groter worden. Ja. Nou, hopelijk vinden jullie deze vlog leuk, hè? Is een keer wat anders. Je hebt het goed gefixt, Dino. Ja, hè? Plak niet meer. Zo. Het ruikt echt lekker. Ja, hè? Ik heb net weer een nieuwe bakplaat gepakt, want anders past het er allemaal niet op. Even kijken. De pepernoten gaan dus hier. 17 pepernoten. 18, 19, 20. Ik dacht dat we 30 pepernoten konden bakken. En ik dacht 20, maar we zitten nu al op 20. En ja. We hebben nog aardig wat deeg over. Mm-hmm. En je hoeft er ook geen suiker aan toe te voegen, want alles zit hier al in. Oké, nou gaan we minis maken, ja? Ja, als schattige. Als schattige pepernoten. Oh ja, maar dan kom jij wel op je 30. Ja, dan kom ik wel op mijn 30. Wil je die andere ook rollen? Doe jij dan. Oké. Okay. Zo. Ik ga ondertussen even het aardig schoonmaken. En ik doe het zo de oven in. Hoeveel hebben wij er nu, Dino? 25, 30. We hebben weer 25. Ja. Vorige keer met mijn sinaasappel. Klopt. We hadden ook 25. Dit zijn de pepernoten geworden en nu gaan ze de oven in. De pepernoten nu in de oven doen. De oven is goed voorverwarmd. Tweede bakplaat. Ik heb gelijk de timer. Ja, zet maar de timer aan. 10 minuten. En dan zijn we strakjes bij jullie. Even checken met de satéprikker of de kruidnoten gaar zijn. De pepernoten. Wilo, wil jij dat doen? Oh, hij weet wat. Ja, ik denk dat ze gaar zijn. Want je ziet geen deeg, toch? Ja. Op de satéprikker of tandenstoker. Laat me nog een keer doen.
Oh, het ziet er goed uit. Ik denk dat ze gaas zijn, want je ziet echt niks. Kijk eens, dames en heren, je ziet niks. Op de tanden stoken. Ik ga nu even de bovenste checken. Het is zo meteen maar een kwestie van afkoelen en dan kan je ze lekker opsmikkelen. Ja, ze zijn allemaal gaar. Ja, nou, dat ziet er goed uit. Ogen kan uit. Nou, ik ga het rustig eruit halen. Zet de bord even hier. Wat is dat, Dino? Ja, Dino. Kijken. Ik ben een beetje onhandig, hè, in de keuken. Dus laat papa en mama dit thuis doen, hè, lieve kinderen. Zo, doe het nou op het aanrecht. En dan gaan we de pepernoten proeven. Ik ben benieuwd of ze goed gelukt zijn. Het ziet er heel goed uit. Je kan ze geen pepernoten meer noemen. Gewoon pepernotenkoekjes hebben gemaakt. Want we hebben grote rondjes gemaakt. Grote rondjes gerold. Dus, het zijn XXL. Ja, XXL pepernoten. Het resultaat van de pepernoten, van de reuze pepernoten. Moet je kijken, dames en heren. We gaan ze nu proeven. Ik ben benieuwd of ze goed gelukt zijn. Ziet er goed uit. Ja. Okay, we gaan even een hapje nemen. 3, 2, 1. Ja, lekker. Hmm. Lekker krokant ook. Wel droog. Ja. Ziet er echt goed uit. Ik vind het lekker. Wat vind jij ervan? Normaal. Ook wel lekker. Dus je vindt het niet echt lekker? Hier hou je niet van, hè? Het is wel lekker af en toe. Op zich smaken ze wel goed. Ja. Bij deze gaan wij de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie de video leuk en hebben jullie er wat van geleerd. Heel veel geluk, liefde en gezondheid. Heel veel money, heel veel pijs en heel veel dinero. Lobby, lobby, lobby. Rampiade de deskundige in de town. Chaka doelulu, like en abonneer. Doei doei.